Ik ben Raj, ik ben ICT-student en ik ben ook jonge ambassadeur die zich bezighoudt met gezondheid. Ik denk dat er veel meer aandacht moet naar de essentie van gezondheid. Waarom het belangrijk is dat mensen gezond zijn, want je ziet nu dat mensen hun gezondheid eigenlijk heel makkelijk verwaarlozen. Omdat het ook eigenlijk zo makkelijk is. En ik denk dat een concreet verbeterpunt bijvoorbeeld het is om te laten zien hoe makkelijk gezond leven is. Want mensen denken vaak dat het heel moeilijk is of heel duur. En dat hoeft het eigenlijk niet te zijn. Ik ben zelf ook student en ik vind zelf dat ik best gezond leef. En ja, met mijn studentenportemonnee kan ik niet zoveel doen. En alsnog lukt het mij. En ik denk dat veel mensen zich daarvan bewust moeten worden. Voor mij is gezondheid best een breed begrip. Veel mensen denken waarschijnlijk gelijk aan fysieke gezondheid. Maar ik denk dat mentale gezondheid ook heel belangrijk is. Dat je lekker in je vel zit. Dat je je gewoon goed voelt. En dat je ook een juiste omgeving om je heen hebt. Zodat je je eigenlijk altijd fijn kan voelen. En als dat niet zo is, dat je bijvoorbeeld een vangnet hebt van vrienden waar je mee kan praten, zodat je je wat beter kan voelen. Als ik de baas zou zijn, dan zou ik ervoor zorgen dat jongeren betaalbaar kunnen sporten. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste dingen is en dat dat ook het meest toegankelijke is voor jongeren om gezonder te worden. Als die drempel lager wordt, denk ik dat jongeren ook inzien dat sporten heel leuk is en ook nog goed voor hun gezondheid. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat jongeren voorlichting krijgen over hoe belangrijk het eigenlijk is dat ze gezond zijn. Want ik denk dat heel veel jongeren op dit moment gewoon niet inzien hoeveel impact het later heeft op je leven en dat ze nu denken van ja, ik word pas over 10 jaar dik bijvoorbeeld. Dat eigenlijk gewoon ze door moeten hebben hoe belangrijk het is om gezond te blijven, gewoon fit te blijven en gezond te eten, zodat ze later ook gewoon een fijn leven kunnen leiden zonder gezondheidsproblemen. Ik ben Babette Spaargaren, ik ben adviseur preventie en gezondheid bij GGD West-Brabant en regisseur van Jongeren op Gezond Gewicht in Breda. Een jogregisseur die voert de regie als het gaat om de aanpak om overgewicht te bestrijden in Breda. En wij inspireren en adviseren organisaties en bedrijven om aan de slag te gaan met de gezonde leefomgeving. Overgewicht is eigenlijk in heel Nederland een groot probleem en in Brabant is het gemiddelde van overgewicht zelfs nog iets hoger. Ja, en het wordt ons op dit moment gewoon niet makkelijk gemaakt. De verleiding is overal, dus daar moet gewoon iets aan veranderd worden. Ja, de grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedereen dit net zo belangrijk vindt als wij. Vaak komt het onderwerp gezondheid er een beetje bij. Bijvoorbeeld in een bedrijf, ja, gezondheid is niet de core business. En bij een school zijn ze ook meer gericht op de kinderen op een goede manier onderwijzen. Dus het stukje gezondheid komt er dan eigenlijk altijd een beetje bij. En dat is soms wel een uitdaging als het gaat om prioriteiten stellen. Waar de nadruk vooral niet op moet liggen is dat het nooit meer iets ongezonds mag worden gegeten of gedronken. Maar de nadruk moet meer liggen op het wat makkelijker maken om een gezonde keuze aan te bieden. Dus dat de gezonde keuze meer opvalt en makkelijker is om te maken en ook goedkoper is. Ik denk dat in de toekomst alle sportkantines helemaal een gezond aanbod hebben. De sportclubs ook rookvrij zijn, dus dat er niet meer mag worden gerookt. Dat alle scholen ook een gezond kantineaanbod hebben. En dat kinderen de geur van tabak niet meer kennen in 2040. Dat is ook onze ambitie. Als je gezondheid belangrijk vindt en je ziet dat het beter kan, laat dan vooral ook iets van je horen en kom in actie, zodat we het samen kunnen verbeteren. De komende 10 jaar willen we voor Brabanders 3 gezonde levensjaren bijkrijgen. Wat mag er dan voor jongeren absoluut niet ontbreken? Welkom, goede avond bij de eerste Brabantse Jongerentop. De top waar jongeren met elkaar in gesprek gaan over actuele thema's. De thema's die aan bod zullen komen in de breakouts zijn gezondheid, onderwijs en levendig Brabant. Gezondheid is natuurlijk een ontzettend actueel thema. Momenteel is corona er. In Nederland zijn er heel veel mensen die op dit moment lijden aan overgewicht. En niet te vergeten natuurlijk de mentale gezondheid. Afgelopen tijd is ook niet makkelijk geweest. Met de corona voor jongeren. Jongeren zaten thuis, moesten thuis onderwijs volgen. Maar we zijn jong, we zijn optimistisch en wij weten wel wat we hebben meegemaakt en hoe kunnen we daar bovenop komen en hoe kunnen we daar de oplossing voor verzinnen in de toekomst. En dat gaat gebeuren in de breakout gezondheid. Eén groep was heel erg, had het thema bewustwording gekozen en die heeft dat onderverdeeld in 3 thema's. Dus onder andere middelengebruik. Focus ligt vooral op alcohol,
Maar zorg dat er wat meer, dat het bespreekbaarder wordt in het onderwijs om ook over drugs te praten en niet alleen wat de gevolgen ervan zijn, maar als je het dan toch erover hebt, ook hoe je het veilig kan gebruiken. En dan is het meteen een leuk idee om je dan bijvoorbeeld een Tinder op een festival te doen, dat mensen kunnen leren wat de gevolgen zijn van drugs. Een andere ging over mentale gezondheid, opnieuw bewustwording. Maak het onderwerp bespreekbaarder. Hier kun je social media voor gebruiken, want veel jongeren die met mentale gezondheid denken, ik weet niet waar ik naartoe moet, die duiken de social media in. En dat is een soort onzichtbaar gebied, zowel voor de gemeente, ook voor de provincie. En ook voeding, meer focus op lokale voedingsbronnen. Want we zenden heel veel van ons eten uit naar het buitenland en kopen vervolgens heel veel in. Waarom gebruiken we niet meer onze eigen krachten, om het zomaar te zeggen? Waarom zorgen we niet meer dat we lokaal ons eten halen? Dat is vaak ook gezonder en ook beter voor het milieu. En het andere groepje, ik probeer er zo snel mogelijk doorheen te gaan voor je. Die hadden als eenzaamheid hadden ze gekozen als een van de thema's. Dus ga inzetten op ontmoetingsplekken. Die ook altijd open zijn, waar jongeren een plekje kunnen vinden. En ook een andere idee was inderdaad, sporten moet toegankelijker en goedkoper. Dus zowel zorg dat er meer sportmogelijkheden komen voor mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben, maar zorg ook dat het goedkoper is voor mensen met een lage inkomen. En kijk dan vooral bij de lokale clubs en niet bij de landelijke franchises, want bij al die fitnessscholen wordt het wat lastig, maar misschien bij de lokale clubs zijn wel dingen te regelen. Het positief stimuleren door sporten kan door zoiets als een fitcoin. Dus dat je punten kan behalen door te sporten en vervolgens die coins weer kan krijgen, dat je korting kan krijgen op bepaalde dingen zoals kleding. En onder studenten mis je vaak dingen om mee te sporten, zoals iets simpels als een voetbal. Je hebt gewoon een voetbal nodig om te kunnen voetballen. Een leensysteem zou dan een goede oplossing zijn. En nou weet ik vanuit mijn gemeente dat daar de sportautomaat geïntroduceerd is. Dus misschien een goede om dat te gaan stimuleren door heel Brabant heen. Die ontmoetingsplekken, dat werd bij onze groep genoemd, dat die er meer zouden moeten komen om ervoor te zorgen dat jongeren niet echt in hun schulp terugkruipen, maar dat er ook een plek is waar zij samen kunnen komen en kunnen netwerken met elkaar. En daarnaast zou sport bijvoorbeeld ook gewoon een hele mooie oplossing daarbij zijn, door bijvoorbeeld een sportpark te creëren in de natuur. Waarbij dus de jongeren zowel aan hun eigen gezondheid kunnen werken, maar ook tegelijkertijd nieuwe mensen kunnen ontmoeten.